De Doe Maar Gewoon gerechten van Piet Pan en de heerlijkste happa's van Havana Schagen bestelt u handig en snel op www.schageneet.nl. We bezorgen het gratis bij u thuis of op het werk. www.schageneet.nl. Ik noem het een verkeersplan omdat het niet alleen over circulatie van verkeer gaat. Maar het gaat ook over parkeren, het gaat over waar zet je je fiets neer, hoe fiets je door de stad, hoe beweeg je door de stad. Al in 2001 werd door de politiek in Schagen de wens geuit om een verkeerscirculatieplan te maken voor de stad Schagen. De wens raakte soms op de achtergrond om later weer op de agenda te komen, maar een definitief plan kwam er nooit. Nu lijkt het er echt te gaan komen. Maar wat wil de gemeente Schagen met het plan gaan bereiken? De mensen die hier wonen, die hier werken, die hier als toerist komen of die het centrum bezoeken, die hebben een mening over hoe het er uit moet zien. Maar ook de mensen bijvoorbeeld van de markt, de horeca, de ondernemers van de Gedempte Gracht, Nieuwe Laagzijde, Molenstraat. Maar ook de bewoners, de Bekkenstraat, Oosterstraat, misschien wel de Magnusbuurt, zullen ook mensen zich geroepen voelen om daar iets over te vinden. Dus dat gaan we eerst ophalen. Wat vinden mensen hier nou van? Maar ook toeristen. Wat vinden hier nou van? Dat is je kop. Dat halen we op. En daar moeten we een grote gemene deler uit proberen te halen. En dat is nog razend moeilijk. We staan hier op de kruising van de Anton Mauverstraat, de Nieuwstraat en de Beethovenlaan. Dit is zo'n probleemkruising, denk ik, hè? Ja, kijk. Dit is wel een van de hoofdaanvoerroutes voor het centrum. Dus wij hebben ooit in het verleden al bedacht, nou al die grote vrachtwagens van alle supermarkten hier in het centrum, die moeten via de Havenstraat en via de Cornelis Blauwboestraat naar die supermarkten toe. Dus daartoe is de Beethovenlaan en het Noord en deze kruising wel een hele belangrijke. En dat plan, daarvan ga ik nu al zeggen, die gaat dit soort, als dit een probleem is, hè, want ik bedoel, ja, je moet wel eens wachten. Maar dat moet je ook wel eens voor de spoorweg naar bij de Zuiderweg. Maar wat is dan lang? Kijk, als hier files gaan ontstaan van heel veel auto's en dat het misschien wel een kwartier duurt voordat je het centrum bent, ja, dat is niet handig. Dus dat lossen we wel op als dat moet. Maar vooralsnog, kijk, alles loopt door. En het is allemaal door elkaar heen. Hè. Dus nu komt de vrachtwagen aan, maar er rijden ook fietsers. Om maar eens wat te noemen. Wij hebben natuurlijk ook een hele grote school hier staan. 3200 kinderen. 40% komt uit deze kern. Die moeten allemaal een beetje veilig naar die school toe. Nou, Fietsersbond denkt ook mee over hoe kunnen we dat nou veilig doen. En die ingrediënten willen we er ook in brengen. Want die moeten, als je uit Groeneweg komt, dwars door de stad heen. U gaat al die meningen van inwoners, bedrijven ophalen. Dat gebeurt in meerdere sessies. Onder andere een sessie in de Kerk op de Markt. Wat gaat daar gebeuren en wanneer? 18 september. En daarvoor moet je je wel aanmelden, want we zitten nog in coronatijd. Daar hebben we de mogelijkheid om breder met elkaar te praten. Langer met elkaar te praten over bepaalde ideeën die mensen hier uit Schagen hebben. Maar ook op een andere manier. Hè. Op de markt staan we volgende week om ook vragenlijsten in te kunnen laten vullen door bezoekers van de markt. En dat kunnen mensen zijn uit Schagen zelf, uit de gemeente, toeristen. Iedereen die daar langskomt en wil, kan daar iets invullen. Maar je kan het ook via samen.schagen.nl kan je invullen. Je mening geven over hoe jij het centrum het liefst ziet in de toekomst. Dan zijn al die gegevens verzameld. Dan gaat u nadenken over dat verkeersplan. Wanneer wordt het gepresenteerd? Nou, we gaan eerst presenteren wat we opgehaald hebben. En dat moeten we vertalen naar een plan langjarig. En dan hoop ik wel, in ieder geval voor de verkiezingen, met een uitgewerkt plan te komen. En staat daar dan ook in of wat de gemeente betreft het centrum van Schagen autoluw of misschien zelfs autovrij wordt? Nou, dat zou kunnen. Maar goed, ik wil niet op de feiten vooruitlopen. Ik denk dat dit soort ingrediënten al in verschillende verkiezingsprogramma's gaat doorklinken. Want wij hebben de gemeenteraad ook wel betrokken bij wat wij hier aan het doen zijn. Dus die hebben ook gehoord hoe inwoners erover denken. En ja, die ingrediënten zitten er wel in. Maar of het dat helemaal wordt, ja, dat vind ik ook, dat hangt ook van de raad af.